Na een proefperiode van bijna een jaar presenteerde Luchtverkeersleiding Nederland op 28 oktober officieel haar nieuwe waarschuwingssysteem RIAS. Het systeem werkt op een manier dat elk voertuig en vliegtuig heeft een transponder aan boord. Die transponder wordt in ons radarsysteem, zien we die vliegen of zien we die rijden. Het systeem projecteert een box voor het vliegtuig of voor het voertuig. En er zit ook een box om de baan. Als drie van die boxen bij elkaar komen, dan gaat het systeem af en dan zegt hij dat er een incursion is. Wat is de definitie van incursion? Een runway incursion is als er een voertuig of een vliegtuig op een baan komt waar hij niet hoort te zijn, terwijl die baan actief is. Ik zie dat dit vliegtuig is zojuist ook weer geland. Incursion 06. We zien knipperende cirkels op de radarplaatjes en er wordt duidelijk gemaakt met een melding waar het om gaat. In dit geval wordt er ook besloten om dit vliegtuig een doorstart te laten maken. Ik neem aan dat RIAS de veiligheid op de baan moet bevorderen. Was het voorheen onveilig? Nee, het was niet onveilig. Maar wij van de LVNL zijn er altijd op gespind om de veiligheid op allerlei manieren te vergroten. En dit is een extra waarschuwingssysteem. In wezen zijn er geen verschillen, want de verkeersleider werkt nog net zo. We zijn nog net zo alert en net zo actief om de veiligheid te vergroten. Alleen mocht er nu toch nog onverhoopt een situatie zijn die over het hoofd wordt gezien door de verkeersleider, door de vlieger of door een ander, dan gaat het RIAS-systeem af. LVNL heeft samen met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en Schiphol 10 jaar lang gewerkt aan de ontwikkeling van RIAS. Het veiligheidssysteem is helemaal toegespitst op het meerbanenstelsel op Schiphol en daarmee uniek in de wereld. Het heeft mijn werk niet veranderd. Ik realiseer me dat mocht ik een fout maken, ik ben ook niet onfeilbaar, dat ik altijd nog een vangnet achter de hand heb die mij kan waarschuwen. En dat voelt goed.